Oké, okay, ik ben best wel een beetje zenuwachtig. Ik ben in Amsterdam. Ik heb vandaag namelijk een opnamedag met Spa. Fucking Spa. Fuck. Heel erg veel zin in. Wel een beetje gezonde spanning. Dit is namelijk mijn eerste echt grote opdracht. Ik zal er straks wat meer over vertellen. Ik zit nu in de bus. Spannend, man. Ik vind de bus altijd zo fucking stressvol. Zijn er meer mensen die dat hebben? Ik weet niet wat het is, maar... Misschien komt het ook omdat ik altijd in de bus zit als ik ergens ben waar ik niet... weet waar ik ben, zeg maar, waar ik uit moet stappen en zo. Ik bedoel, nou sta ik weer bij een of andere fucking tijdelijke halte. Ik moest gewoon bij de Haparanda weg eruit stappen. En ik stap hieruit en er staat Goldhaven, nog wat. Ik denk, dit moet ik niet hebben. Het blijkt dus een tijdelijke halte te zijn. Wat een gezeik. Nou ja, gelukkig kan ik even navigatie aanzetten. Maar goed, ik ben dus in Amsterdam voor een opdracht met Spa. Ik zal daar eerst wat over vertellen, voordat ik ga lopen. Ik ben ruimschoots op tijd voor de verandering. Ik ben gewoon een half uur te vroeg, jongens. Meer dan een half uur zelfs. Dat komt niet zo vaak voor. Maar ja, vandaag is wel een belangrijke dag, want ik heb dus een samenwerking met Spa. What the fuck? Super lijp. Ik zit bij een bureau natuurlijk voor samenwerking en zo. En ik kreeg een mailtje of ik dat wilde doen. En toen was er nog een selectieprocedure en ik dacht, ja, net of ze mij gaan kiezen, weet je wel, Wouter fucking waaien voor een opdracht met Spa. Oh, ik sta volgens mij midden op een fietspad. Wacht. Roeren in de grote stad, hè? Maar goed, ik kwam door de eerste selectieronde heen. En toen kreeg ik een appje dat ze mij op een gezant gekozen. Dus superlijp. Echt niet verwacht. Samen met 3 andere online content creators. Of influencers, hoe je ze ook maar wil noemen. Ik vind influencers een goor woord, maar goed. Zo noemt iedereen ons wel. En ik weet niet helemaal precies wat we gaan doen. Het is in ieder geval voor video's voor hun social media. Voor Instagram en TikTok gaan we 3 video's maken. En we gaan challenges doen. Dus volgens mij wordt het wel lachen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga maar eens lopen. 9 minuutjes lopen, dat is te doen. En dan verwacht je dus bij Soeten in Amsterdam. Iets heel glamoureus. Maar nee hoor. Ik loop gewoon door een of ander afstands industrieterrein. Nou, hier is het. Als je me zou zeggen dat ik hier wordt opgewacht door een of andere band die mij gaat vermoorden, had ik het opgeloofd. Welcome to today's meeting. Let's just get started. So first up, Michael, is there anything you want to talk about today? Anything on your mind? Well... Yeah. Hey jongens, ik moet een beetje verluisteren, want ze zijn aan het filmen. Dit is Joy. Ze gaat vandaag mijn haar en make-up doen. Het is wat echt de eerste keer dat dit mij gebeurt. Ik ben heel benieuwd. Maar goed, ik kan het wel gebruiken, want bevrijdingsdag gevierd gisteren. Ja. 6.5 hours later. Hey jongens, de ballen zijn weg. Sorry. It's a wrap! Woo! Bedankt jongens, vond het echt super tof. Nice. Julia, een van mijn co-hosts, denk ik. Ja. Vond het echt gezellig. Ja, het was heel gezellig. Ja. Enorm gelachen. Echt wel. Dus, echt heel benieuwd. Houd het in de gaten. Zeker, wat echt super leuke video's. Je krijgt een goed humeur van, hè? Ja, zeker. Zo, dat was mijn dagje al zeg. Het is nu 5:15, ik zit in de trein terug. Het was echt super leuk. Hele leuke mensen ook leren kennen. Wat een ervaring zeg, nou ik zal je straks even bijpraten, want er komen allemaal mensen bij. Oké, ik ben weer in Almelo, ik moet een stukje naar huis lopen. Daphne heeft mij vanmorgen namelijk weggebracht met de auto, zodat ik de trein zou halen. Het was ruim op tijd, maar nou ja, wel fijn, wel chill. Want nu moet ik dus met deze koffer, toch wel een stukje lopen, 10 minuten of zo. Maar het is misschien het lekker weer. Ik heb dus met een kop vol plamuur in de trein gezeten. Ik loop nu nog steeds met een koffer op Ramu de Almelo. Joy, de visagiste, die wilde het wel afhalen. Maar ik zei, ach, valt het heel grof. Ze zei, nee. Ze zei, nou, laat lekker zitten, joh. Ik dacht, hoef zij dat ik niet meer af te halen. Ik kan ze gewoon inpakken, kan ze naar huis. Wel zo chill. Ik was het er thuis vanaf, kan mij het wat schelen, joh. Maar wat een dag, hè, jongens. Zo, hé. Loop je als boertje het Almelo ineens binnen op een set in Amsterdam. Ik ben voor Hans en ik kom weer terecht en ik hoor van deze sprong. Ik weet, het is niet te geloven, maar het is zo. Ik vond het echt fucking vet. Het was ook echt super leuk. Ik heb het al verteld, maar we waren echt zulke aardige mensen. Ik kwam de set op en ik was gelijk helemaal chill. Die mensen waren zo chill en vriendelijk. Ja, het was gewoon echt heel leuk, echt lachen. Het is dus voor Spa, ja, dat heb ik al wel verteld, maar voor Spa dus. En we deden ook een aantal challenges. Nou, op een gegeven moment had ik echt tranen in mijn ogen staan van het lachen.
Ja, jullie moeten het echt gaan zien. Wat zo lachen. Het komt eind mei komt echt volgens mij ergens de eerste video. Het zijn in totaal 6 video's. Ik weet ook niet wanneer ik deze vlog eigenlijk mag plaatsen. Het kan maar zo zijn dat dat dus een aantal weken later wordt. Maar ja, dat, daar merken jullie verder niks van. Echt zo leuk. Wat een ervaring. Oh, het was gewoon echt zo bizar dat ik dan op die set zat met al die lampen en die grote camera's en allemaal mensen om me heen. En dan net uit mijn make-up wat werd bijgewerkt en zo. Het was echt bizar. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik voelde me echt al een beetje een sterren zo gedreven, maar ja, ik vond het wel vet. Ja, jij bent mooi op mijn muziek. Ja. Ik ben weer thuis. Je bent geweest. Ja. Was kiespijn. Nee, ik kan altijd heel slecht alleen zijn. Daphne heeft sushi geregeld, wat een verrassing. Ja, ik dacht dat we wat te vieren. Zeker. Ja, dat was echt leuk. Mooi. Ja, ik ben ook wel blij dat ik thuis ben, maar ik ben echt wel kapot. Nou, dat zal ook wel, ik kan me voorstellen. Eén uur gaan slapen en dan... Ja, ik moest gisteravond ook van alles doen en dat heb ik allemaal gedaan. Ik heb nog geschoren. Ja, dat was mooi. Ja, geschoren heb ik gedaan, spullen gepakt, gestreken. Ja, dat was wel gisteren. Schoenen genaaid, ja, want er zat een gaatje in. Broek op de verwarming, omdat hij nog moest drogen. Altijd hetzelfde, hè? En we kwamen dus terug van een bevrijdingsfestival. En ja, toen moesten we dus allemaal gewoon ik lag denk ik 1 uur in bed inderdaad. En om 6:30 ging de wekker weer. Mede dankzij de make-up. Kun je het ergens zien? Nou, als je het niet weet, dan zie je het niet. Maar omdat ik het weet, zie ik het wel. Ja, ja, ik vind dat je om mijn ogen ziet het heel erg. Dat is in deze helemaal... glad. Ja, ja. Helder en ja. Fris. Ja. Wat zou het eigenlijk elke dag moeten doen, joh. Dat is ja. Zo, maar dit ziet er chill uit. Even kijken, mensen. Proost. Proost. Op een topdag. Dit is vegan sushi. Mm-hmm. Chill, man. Ja, ze hadden een vegan box. Oh, ik zie hier ook serieus nog een beetje... bronzer of zoiets. Zo'n oranje streep. Hoort er allemaal bij, mensen. Hoort er allemaal bij. Mega. Oh, wat dom. Wat is je? Ik had er nog loempia's gehaald voor die bij. Oh, echt? Ja. Nou, dat? Zijn die loempia's? Natuurlijk wel loempia's. Ja, maar die moeten nog de oven in. Oh. En nu doe ik helemaal niks meer.